Het was ongeveer medio november vorig jaar. En tijdens het eten van een appel kreeg ik dus problemen bij het slikken, beter gezegd pijn bij het slikken. Toen heb ik een gastroscopie gehad, waaruit dus de onheilsmelding kwam dat ik slokdarmkanker had. Dat heeft een enorme impact. Dus het is heel belangrijk dat je dus samen die strijd aangaat. En als je te horen krijgt dat je een kans hebt, dan is er natuurlijk hoop. En er is een mooi gezegde, dat heet hoop doet leven. Jaarlijks krijgen zo'n 2000 Nederlanders de ingrijpende diagnose slokdarmkanker. Meestal mannen boven de 50 jaar. Gelukkig zijn de behandelmethoden de laatste jaren sterk verbeterd, waardoor er kans is op genezing. Het Oncologisch Centrum Isela kan de hoogwaardige zorg die hiervoor noodzakelijk is, direct bieden. Nadat de diagnose is gesteld, kom je als patiënt als eerste terecht bij de regieverpleegkundige. Je kunt met alle vragen bij hun terecht. En ook al kunnen zij ze niet beantwoorden, dan zullen zij het kortsluiten met internisten bijvoorbeeld, om je toch van een antwoord te voorzien. Wij leggen uit dat wij als regieverpleegkundige eerst contactpersoon zijn. Dus dat mensen, als ze vragen hebben of dingen zijn niet duidelijk of er spelen andere dingen, dat ze contact met ons mogen opnemen. Verder leggen wij uit dat wij allerlei informatie geven over de behandeling, dus dat de patiënt ook nog vaker bij ons komt. En wij leggen uit hoe de onderzoeken in het werk gaan die de patiënt nog gaat krijgen, wat hij daarbij kan verwachten, wat de voorbereidingen zijn. En we zorgen ook dat de patiënt afspraken krijgt weer voor het vervolg. Ik vertelde net dat er een mogelijkheid bestaat dat de tumor helemaal kan verdwijnen. Zelf denk ik daar wel eens aan. Mm-hmm. Ik heb het niet tegen mijn man gezegd, maar toen dacht ik, stel je toch eens voor dat hij weg zou zijn. Ja. Dan hoeft hij niet te worden geopereerd. Ja, dat zou je denken. Het komt voor dat ze geen resten van de tumor meer zien, hè, op de scan of bij de gastroscopie. Dus dan zou je denken dat alles weg is en dan doen ze toch voor de zekerheid toch de operatie. Hè, omdat je niet kan weten, ook al zie je niks meer, je kan nooit weten of er toch nog niet minuscuul klein toch kankercellen aanwezig zijn. Dus er zal altijd een operatie volgen, toch wel. Oké, duidelijk. Ja. Om het behandelplan te bepalen, wordt er eerst aanvullend onderzoek gedaan. Er wordt gekeken in welk stadium de tumor zich bevindt en of er uitzaaiingen zijn. Hiervoor wordt een PET-CT-scan en een endo-echo gemaakt. We gaan een zogeheten endo-echografie doen. Dus dat is een inwendige echo met een maagslang van binnenuit. Met een endo-echo kan je de slokdarmwand bekijken en ook de structuren buiten de slokdarmwand. Het belangrijke daarvan is dat we eens kunnen kijken hoe ver de tumor buiten de wand is gegroeid. Of die ingroeit in andere organen, bijvoorbeeld de longen of het hart of de aorta, de levenslagader. En we kunnen kijken of er lymfeklieren rond de tumor zijn. Nou, en al die zaken zijn heel belangrijk straks voor het behandelplan. Kunnen we wel of niet opereren? Moet er van tevoren chemotherapie, radiotherapie worden gegeven? Dat soort zaken. We geven dus de lokale keelverdoving, want die slang in de keel dat kan irritatie geven, ook tijdens het onderzoek. Dus dat is om dat mensen zo rustig mogelijk blijven. En daarnaast geven we een roesje, dus een sterke slaappil, zeg maar, via het infuus. Dus die werkt ook gelijk. Geef ik u een slaapmiddeltje. Goed, dan gaan we eens met het slaantje naar binnen. Hier zit dus een cameraatje aan de voorkant en hier dit wit is het echokristal. Dus dat is, zeg maar, helemaal 360 graden. Dus je kan op de camera daar zien hoe de scope naar binnen gaat. Hier is de slokdarm met de wand van de slokdarm en hier zie je het hart kloppen. Dus je ziet eigenlijk hoe mooi, hoe nauwkeurig je alle structuren kan bekijken met het onderzoek. Naast een endo-echo wordt er ook een PET-CT-scan gemaakt om te onderzoeken of er ook uitzaaiingen zijn in de rest van het lichaam. We willen met die PET-CT-scan aantonen of de tumor, de slokdarmkanker, of dat operabel is. Hè, of dus dat beperkt is tot de slokdarm of ook nog uitbreidt in de omliggende organen. En we willen ook kijken of er uitzaaiingen zijn, zowel bijvoorbeeld naar de longen of naar de lever. Want als die er zijn, dan kunnen we het ook niet opereren. Dan maken we de patiënt niet beter mee. Dus dan zal er eerst andere therapie moeten gebeuren. De resultaten van de verschillende onderzoeken worden besproken in het multidisciplinair overleg.
Door verschillende specialisten wordt het beste behandelplan bepaald. We wegen een heleboel argumenten en daarom doen we dat ook zeg maar, in zo'n multidisciplinair overleg. Waarbij zeg maar, ieder argument wordt door een specifieke dokter vanuit zijn achtergrond en deskundigheid op een andere manier gewogen dan een andere dokter dat zal doen. Het behandelplan hangt heel erg af van de situatie waar die patiënt in verkeert. De tumor zelf, de uitbreiding daarvan, maar natuurlijk ook van de omstandigheden van de patiënten. Een patiënt op hogere leeftijd die meerdere ziekten heeft gehad of nog heeft, zal het plan anders zijn dan voor de jonge, fitte patiënt die wellicht een grote operatie aan kan. De enige behandeling die kan leiden tot genezing is een behandeling waarbij je uiteindelijk de tumor met een operatie verwijdert. Technisch is dat vaak heel lastig omdat je zit in een gebied waarin heel veel structuren zich bevinden, zoals de grote lichaamsslagader, heel veel zenuwen, de takken naar de longen toe. Het hart zit hiervoor, dus is het technisch is het een moeilijk gebied om te opereren. Dat maakt dat je altijd zult proberen om de tumor zo klein mogelijk te maken, zoveel mogelijk vrij te laten liggen van de omgeving, zodat je dat de chirurg met een mes, als het ware, er het makkelijkst langsheen kan snijden. En dat betekent dat de definitieve behandeling van slokdarmkanker eigenlijk altijd een operatie is, maar vaak ook een voorbehandeling noodzakelijk is, die dan veelal bestaat uit of bestralen om de tumor kleiner te maken of een combinatie tussen chemotherapie met de bestraling. Tijdens de voorbehandeling word je als patiënt 6 weken lang iedere werkdag bestraald en krijg je 1 maal per week chemotherapie. We krijgen goed medicijnen tegen de misselijkheid op het moment dat ik de chemo krijg en die werken heel goed. En wat weeg op de maag en 1 à 2 dagen hierna en dan ook niet meer. Dus dat valt heel erg mee. Ook de bestraling die op elke werkdag plaatsvindt, wordt over het algemeen goed verdragen. Het doel van de bestraling is om met een voorbereidende behandeling gedurende 6 weken, waarin we dan 28 bestralingen geven, 5 keer in de week, is om de tumor kleiner te maken. Dat de chirurg straks met veel meer kans de tumor in zijn geheel kan verwijderen. Dat is het doel van de behandeling. En dat effect, bestralingseffect van die dagelijkse behandelingen, dat wordt nog versterkt als we de behandeling combineren met chemotherapie. En de chemotherapie wordt dan 1 keer in de week gegeven. En daarmee zie je dat er nog meer tumorcellen door die bestralingsbehandeling gaan sneuvelen. En dat de kans van slagen bij de operatie nog weer veel groter wordt. De bestralingen op zich, die gaan mij redelijk goed af. Afgezien van het feit dat na verloop van tijd, zeker als je 2/3 van het circuit hebt gehad, je een verruwing krijgt aan de binnenkant van je slokdarm, waardoor het slikken pijnlijker gaat worden. We zien dat na die bestraling die tumorcellen nog steeds verder afsterven, dat die tumor verder kleiner wordt. En dus als je te vroeg zou opereren, dan heb je nog niet het maximale effect van de bestraling te pakken. Dus meestal wachten we minimaal 6 weken voordat de patiënt geopereerd wordt. En het voordeel van zo'n periode daartussen is ook nog weer dat mensen goed kunnen herstellen van die voorbehandeling en extra fit de operatie ingaan. Om te bepalen wat het effect van de bestralingen en de chemotherapie is geweest, wordt er opnieuw een PET-CT-scan en een endo-echo gemaakt. Vervolgens wordt in het multidisciplinair overleg besloten of je als patiënt de operatie kan ondergaan. Je komt in aanmerking voor de operatie als we met een operatie de patiënt kunnen genezen. De operatie is zo zwaar dat het niet verantwoord is om die uit te voeren als je de patiënt daar niet echt beter mee kunt maken. Dus wij moeten van tevoren ervan overtuigd zijn dat we de patiënt kunnen genezen. En dat rechtvaardigt dat je zo'n grote operatie doet. De operatie voor slokdarmkanker is een grote operatie. Dat kan ik helaas niet ontkennen. Dat kan ik ook niet mooier maken dan het is. Het is echt een grote operatie waarbij er altijd via de buik geopereerd wordt. Meestal ook via de borstholte geopereerd wordt. En ook altijd via de hals geopereerd wordt. Om de hele slokdarm met het gezwel zo goed mogelijk en zo netjes mogelijk te kunnen verwijderen. En vervolgens maken we van de maag een nieuwe slokdarm als vervanging voor de oude slokdarm. Dat is eigenlijk wat de operatie inhoudt. Na de operatie, als de operatie gaat zoals wij willen, dat gebeurt ook gelukkig meestal, wordt de patiënt al wakker gemaakt op de operatiekamer. Gaat dan naar de uitslaapkamer toe om de eerste uren na de operatie in de gaten te houden.
Dan hebben we in dit ziekenhuis de afspraak dat de patiënten altijd één nacht nog naar de intensive care gaan voor een extra bewaking. Maar dan zijn ze aanspreekbaar, dan kunnen ze praten, dan kan de familie er alweer bij. Na een week maken we dan een foto om te controleren of de doorgankelijkheid weer goed is. Dan mogen de patiënten weer eten en drinken en dan kunnen ze naar huis. Wij hebben gezegd, wij gaan knokken en samen zijn we sterk.